Goedendag, mijn naam is Frans Ziegler van bureau Ziegler Brandenhorst, Stedenbouw en Architectuur. En ons bureau heeft het afgelopen half jaar gewerkt aan het Trega Zinkwit terrein te Maastricht in opdracht van de gemeente en heel erg in samenwerking met de stakeholders en onder andere ook het buurtnetwerk Limmel. Mijn presentatie gaat eigenlijk in drie delen. We beginnen met de analyse van de opgave, vervolgens de verkenning van het ruimtelijk raamwerk en tenslotte doen we aanbevelingen voor de programmering. Het gebied Trega Zinkwit is natuurlijk een heel interessant gebied aan de noordzijde van de stad, opgenomen in de omgevingsvisie van Maastricht 2040. Dat heet Koester de Balans. En de paarse kleur die aangegeven is, geeft aan dat het een gebied is dat in transitie kan zijn of gaat worden. Dat betekent dat het op dit moment een bedrijfskavel is. Er hebben altijd industriële ontwikkelingen zijn er geweest. En in transitie zou kunnen betekenen dat het gemengde zou kunnen worden. Er is een motie geweest van de gemeenteraad op 10 maart 2020... En daarin wordt gevraagd om het gebied nader te onderzoeken, de kansen goed in beeld te brengen. En hier zijn een aantal van de opdrachten die daarin vermeld staan. Er is een oplopende druk voor woningbouw, maar er is zeker ook behoefte aan bedrijfskavels. Er is, zijn vragen gesteld over de duurzaamheid van het gebied. Kan het een klimaatneutrale stad voorbereiden. Maar er is ook veel verkeersdruk. Zeker een problematiek met verkeer uit de Beatrixhaven. Enzovoorts. Het zou wel eens een interessant gebied kunnen zijn waar wonen, werken, energie en meerwaarde voor het dorp Limmel heel erg de thema's zijn die hier invulling aan geven. Dus de gemeenteraad is heel benieuwd wat er uit zou kunnen komen en wat voor een meerwaarde het ook voor de stad Maastricht zou kunnen opleveren. We hebben een proces gemaakt met vier stappen, waarbij we ergens in de derde stap nu zitten. We beginnen natuurlijk met analyse, ook over de geschiedenis hebben we een aantal dingen uitgezocht. Vervolgens in stap 2 zijn de ruimtelijke scenario's verkend. Ook heel erg gesproken met allerlei stakeholders en met de buurt. Vervolgens zijn we ook programmatisch aan het nadenken van wat zou er kunnen landen en in wat voor een soort versering zou dat kunnen zijn. Dus daar zitten we nu ongeveer. Dat moet nog verder uitgewerkt worden. Dit is echt een tussenstand die ik presenteer. En vervolgens zullen we een integraal ruimtelijk advies met conclusies aan u overdragen. Nou, we gaan eerst eventjes het gebied in. Het zijn prachtige luchtfoto's aan de linkerkant. De ligging van het gebied aan de Maas. Nou, wie wil niet aan de Maas wonen of werken? Het is een gebied wat wel een versnipperd eigendom kent. Aan de noordzijde heeft het bedrijf Maurik daar de gronden van het Zinkwit-terrein. In oranje zien we het Trega-terrein en dat is eigendom van Naga Solar. En alleen het zuidelijke rode deel is van de gemeente en het paarse deel aan de Maas is, zijn ook weer drie verschillende bedrijven. En dan kijken we naar het gebied vanuit de lucht en dan zien we hoe eigenlijk dichtbij het de stad ligt. Het is echt een gebied wat tussen Limmel aan de linkerkant, het dorp Limmel en de stad in ligt en daarmee ook een geweldige koppeling zou kunnen zijn tussen dat woongebied de Maas en de stad. Er zijn wel veel industriële ontwikkelingen altijd geweest. Hè? Dus dit is de Moza tegelfabriek hier aan de rechterzijde. We hebben hier bedrijven die te maken hebben met de spoorwegen, de brandweerkazerne. En hier aan de Maas, waar we het net over hadden, drie bedrijven, Innova, Test Europa, Gervo en nog een ander bedrijf hier, wat eigenlijk een soort barrière vormt tussen het gebied en de Maas. Nou, het is eigenlijk altijd een barrièregebied geweest. Er zijn
industriële enclaves geweest. Dat zijn organisch gegroeide bedrijven vanuit het verleden. Hier zien we nog een reeks kaarten die die historische ontwikkeling weergeven. En in die laatste kaart zien we dat het gebied zeg maar, daar open ligt naast Limmel en de Maas. Limmel is op zich een heel prachtig typisch Limburgs dorp met een dorpsstraat, een soort lint waarin de woningen eigenlijk mooi georiënteerd zijn als een soort kralensnoer. En deze straat zal straks een belangrijke rol spelen met de koppeling met het Trega- en Zinkwitterrein, omdat die de koppeling naar de Maas zou kunnen maken. Maar nu ligt dat gebied van Trega en Zinkwit nog heel erg tussen het dorp en de Maas in. Het gebied is aan alle kanten omsloten met hekken en muren. En die barrièrewerking die er nu eenmaal ligt, die zou opgeheven kunnen worden op het moment dat het gebied tot ontwikkeling komt. Want dit is eigenlijk de belofte van het plan, dat we hier aan de Maas straks staan, dat de stad zich naar die Maas toe ontwikkelt, dat hier hoogwaardige openbare ruimte kan zijn, dat er veel recreatie vanuit de stad langs de Maas naar de buitengebieden kan komen, maar vooral dat ook een heel fijn woon- en werkmilieu zeg maar, op het Trega-Zinkwit-terrein kan komen. Hier zien we dan nog die zone met die industriële ontwikkeling die ook een soort barrière vormt naar de Maas toe. De fietsers die weten de Borgharenweg te vinden. Het is altijd druk op zondag met de fietsers die naar het buitengebied gaan. Maar het is ook een verkeersonveilige profiel. Hè, er zijn eigenlijk geen goede voorzieningen voor de fiets. Dus dat is een van de hele praktische problemen die we gaan oplossen. En de extensieve industriële functies die de blokkade naar de Maas maken. Dus Borgharenweg is een belangrijk aspect van deze opgave. Als dit een hoogwaardige verblijfsruimte wordt, dan is het zicht op de Maas en de betrokkenheid van de Maas op die locatie veel beter. Dus het verkeer is ook een belangrijk deel van de opgave. Hier zien we in de ontwikkelingsvisie eigenlijk een doorgaande lijn door het Trega-Zinkwit gebied, wat op dit punt in rood is aangegeven. Dat wil zeggen dat het geen echte doorgaande verbinding zou moeten zijn, maar wel natuurlijk een koppeling gemaakt wordt. Voor het Beatrixhavengebied is er recentelijk eigenlijk een alternatieve route naar de stad gemaakt, namelijk via de A2 en de Noorderbrug op deze wijze. Dus het gros van het verkeer wat ten noorden uitkomt, zou eigenlijk over die route moeten komen. Verkeer is een groot zorgpunt bij de bewoners van Limmel. Er wordt hard gereden en het levert ook veel verkeersgeluid op de Willem-Alexanderweg. Die zien we in rood, die geluidsbelasting. Nou, het is begrijpelijk dat dat een zorg is voor het dorp. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het Noorderbrugtracé. Wij hebben met die ingrediënten en die analyses gewerkt aan de verkenning van het ruimtelijk raamwerk. Hier zien we dat Noorderbrugtracé en aan de rechterzijde het zuidelijke deel van het Trega-gebied. En hier zien we in deze tekening eigenlijk een van de kernproblemen, is dat het gebied een barrière vormt dat de afslag hier in oranje van de Noorderbrug richting de Prins Alexanderstraat, de Willem-Alexanderweg, moet ik zeggen, hier loopt en op deze punten het dorp aanleidingen geeft om het gebied in te gaan, maar op dit moment de barrière er nog ligt. En dat zien we hier heel goed op deze foto's. Dus de achterzijde van het dorp aan de Willem-Alexanderweg. Dat is echt een achterkant. Dat is met schuttingen en hekken en hagen afgezoomd. Er wordt hard gereden. Dus hier zitten ze met rug en rug tegen elkaar. In ons plan willen we dat omdraaien. Hebben we eigenlijk gezegd, een ruimtelijk raamwerk moet
ervan uitgaan dat de Dolmanstraat echt eigenlijk verlengd wordt op dit punt over het Trega-terrein richting de Maas. En eigenlijk mooi zicht op die Maas geeft en de koppeling met de stad maakt. Terwijl de afslag die hier nog maar recentelijk gemaakt is, eigenlijk omgebouwd wordt, zodat er een directe koppeling komt met de Borg-Harenweg, die we ombouwen naar een wat statiger profiel als ruggengraat en ontsluiting door het gebied heen. Nou, om dat te doen is inderdaad die afritssituatie aan een transformatie toe. We maken een wat ruimere bocht van de afslag af, zodat je eigenlijk op de Willem-Alexanderweg uitkomt en dan op de Borg-Harenweg direct aansluit. En hier zien we dan de verlengde Dolmanstraat, die hier parallel aan die structuur naar de Maas gaat en zo verder. Hier zijn allerlei alternatieven voor geweest, maar dit is een oplossing die zowel ruimtelijk veel voordelen oplevert als verkeerstechnisch. Verkeerskundigen staan hier ook helemaal achter. En daarmee zou eigenlijk de weg klaar liggen om eigenlijk die recreatieve routes langs de Maas ook te verbeteren, zoals dat in de omgevingsvisie ook uitdrukkelijk als ambitie wordt neergezet. Dat zien we hier mooi, met de groene lijn langs de Maas, een nieuwe Maasvalleiroute, een fietsroute die eigenlijk vrij ligt langs de Maas naar de open gebieden. En vervolgens de afslag die hier zo ligt van de Noorderbrug op de Borg-Harenavenue, die daarin parallel ligt. En dan krijg je een prachtige parallelstructuur aan de Maas, waarbij het verkeer in verschillende snelheden eigenlijk mooi is opgelost. Kijken we nu naar de Borg-Harenweg, dan is het dit sleetse profiel, met eigenlijk geen goede plek voor de fietser. Het is maar 12 meter breed. Het had twee rijbanen, maar is recentelijk is het eenrichtingsverkeer geworden, om het toch veiliger te maken. En wij zien voor ons om die heel snel eigenlijk al veel beter in te richten voor de fietser, die hier langs de Maas ligt, aan de Maaszijde. Dat er maar één rijbaan doorloopt op de plek waar het nu ligt. En dan in de toekomst het uit te bouwen, en dat zou naast de toekomst kunnen zijn, met een dubbele rijbaan en een hele groene middenberm. Het groene middenberm moet je misschien een beetje vergelijken met de Avenue Ceramiek, die ook een mooie groene middenberm heeft met bomen daarin. Het voordeel van zo'n middenberm is dat je van zo'n profiel, wat vrij breed en royaal is, ook heel mooi afslaande bewegingen kan maken, het gebied in kan, door in de middenberm te kunnen kruisen. En hier zien we dat dan in dat vogelvluchtperspectief. Het zijn nog abstracte lijnen, maar de diagonale lijn door het gebied waar mijn handje nu doorloopt, dat is die nieuwe Borg-Harenavenue die aansluit op de weg naar dit gebied. En dit zou dan eigenlijk de middenas kunnen zijn waarbij eigenlijk aan alle kanten straten ontsloten kunnen worden. Dus dit is even het overzicht van het ruimtelijk raamwerk met 1. De Borg-Harenavenue die zich door het gebied heen knikt. 2. De verlengde Dolmanstraat die vanaf de kerk eigenlijk naar de Maas doorgetrokken wordt en dan vervolgens naar de stad. 3. De Willem-Alexanderweg die een laan wordt en eigenlijk afbuigt en niet meer een doorgaande weg vormt. En 4. De Maasvalleiroute die hier langs de Maas als fietspad doorloopt richting Borg-Haren. En 5 natuurlijk het woongebied en werkgebied daar middenin. Hier nog een abstracte tekening van die lijnen. Dit is het ruimtelijk raamwerk. Dit is het, eigenlijk de abstracte versie van de lijnen die daarin voorkomen. En dat zou kunnen zijn dus 1. Een dorpslaan met een misschien wel een fietsprofiel. Een avenue dat heel groen is. Een Maasvalleiroute die heel erg op het water gericht is. En een dorpsstraat die een verlengde is van die historische dorpsstraat. Gaan we dat vergelijken met het plan van het buurtnetwerk, dan zien we eigenlijk een aantal overeenkomsten. Dat is niet gek, want we hebben natuurlijk een paar keer bij elkaar gezeten.
en ideeën gewisseld. Het zijn hele constructieve gesprekken. En we zien dat Limmel aan de Maas, het plan van de buurt, eigenlijk op dezelfde ambities stoelt. Limmel aan de Maas zou met een beukenlaanroute heel erg goed verbonden kunnen worden met de stad, maar ook met de Maas, en dat de Maasoevers ook in dit plan heel groen zijn. En vervolgens zijn er ook ambities over duurzaamheid, dus dat de verkeersbewegingen minder worden in dit gebied, dat Trega-Zinkwit-terrein transformeert naar een autoluw woongebied. Dat zou de buurt heel graag willen. Dat gaan we verder onderzoeken. En dat er ook slimme oplossingen over energieopwekking geïntegreerd in de ontwerpen meegenomen wordt. Dus het zou een pilot kunnen worden voor een toekomstbestendige, duurzame woningbouwwijk. We hebben de ideeën van de buurt nog verder meegenomen door een tweede variant te tekenen. Een variant met twee nadrukkelijk groene wiggen van het dorp naar de Maas toe. Er is veel enthousiasme voor die groene wiggen. Dus in het vervolg zouden we nog verder kunnen kijken of combinaties van A en B tot een nog beter ruimtelijk raamwerk kunnen leiden. Want hier zien we dat nog even in het beeld. In dit model is overigens het verkeer wat meer door de buurt heen gehaald. Dus dat zou ook natuurlijk weer een klein nadeel kunnen opleveren. Maar de groene banen die we hier zien van dorp naar Maas worden zeer gewaardeerd. Het laatste stukje van de presentatie gaat eigenlijk over de programmering van het gebied. Opnieuw even naar de motie. De motie vraagt nadrukkelijk toch ook van wat kan daar aan programma landen. Nou, we hebben eigenlijk met deze tekening en met dit raamwerk een hele heldere conclusie getrokken. Het Trega-gebied midden in deze ontwikkellocatie zou heel geschikt zijn voor woningbouw. Een uitbreiding van het dorp richting de Maas. Terwijl het Zinkwit-terrein misschien heel geschikt is voor hoogwaardige bedrijfskavels. Het Beatrix Havengebied zou echt een nieuw gezicht kunnen maken aan de zuidzijde van de Beatrix Haven in het Zinkwit-terrein. Door hier de meest hoogwaardige bedrijven toe te laten en uit te nodigen. Om hier eigenlijk een nieuw front te maken aan de Maas. En aan de zuidzijde is natuurlijk de locatie bij de Noorderbrug heel geschikt voor functies die uit de stad op deze plek kunnen landen. Daar kom ik zo even op terug. Want vanuit de stad waren ook al een aantal vragen. Hoogwaardige bedrijfskavels, daar is eigenlijk opnieuw behoefte aan. Werkgelegenheid naar het gebied toe brengen. Er is een mooi rapport verschenen van de STEC-groep. Die gaat over het mengen van wonen en werken. Dus niet meer als gescheiden milieus, maar juist te mengen. Er is een oplossing gevraagd voor een carwash die uit het Belvedere-gebied zou komen. En een zoekgebied voor een park and ride, 500 tot 1000 auto's. Nou, om een beeld te geven van wat dat dan zou kunnen zijn in die gebieden, hebben we wat referentieplaatjes bij het plan geplakt. Dit is nog maar heel erg intuïtief van dit zou het kunnen zijn. Ik begin beneden bij de PNR-garage bij station Driebergen-Zeist. Is aangetoond dat een parkeergarage ook echt heel mooi kan zijn. En bovendien op deze A1-locatie in Noorderbrug zou die ook geluid kunnen afvangen van de Noorderbrug. Zodat het echt een rustig gebied wordt daarachter. Dus dan heeft het een dubbele functie. Nou, duurzaam wonen in het groen natuurlijk in het midden. Maar ook het mengen met werken door creatieve maakindustrie uit te dagen om hier naartoe te komen. En in het noorden, aan de Zinkwitzijde, zou je kunnen denken aan dat soort innovatieve, hoogwaardige bedrijven met een mooie architectonische uitstraling. We hebben ook nog een paar plaatjes geleend uit het buurtplan. Daar waren een paar zeer uitdagende referentiebeelden aangeleverd. Dus de integratie van zonnepanelen op daken, het integratie van groen, groene gevels, gemengde milieus. En de onderste twee plaatjes spraken ons ook heel erg aan voor het woongebied. Dat je daar een gemengd, grondgebonden milieu kan maken middels hofjes.
Nou, ik sluit af eigenlijk met het gedetailleerd bespreken van die A1-locatie. Daar is veel om te doen geweest. De locatie aan de Noorderbrug zou voor de stad heel geschikt kunnen zijn als PNR-locatie, maar dan wel als parkeergebouw in 4 lagen. Alleen dan heeft het ook echt zin om geluid af te vangen van die Noorderbrug. In 4 lagen zou op de A1-locatie 1000 auto's geparkeerd kunnen worden. Uit deze parkeergarage zou je uit kunnen stappen en hier direct op de bus naar de stad in te stappen. Maar je kunt natuurlijk ook hier naar de Maas lopen en langs de Maas naar de stad lopen. Wat ook nog maar een korte wandeling is. Dus als parkeerlocatie, als PNR-locatie, is deze heel geschikt. Natuurlijk moet je het dan wel goed landschappelijk inpassen. Daarom hebben we ook daar ruimte omheen daarvoor voor het groen gereserveerd. Op deze locatie zou een carwash kunnen, alleen dit is slechts 0,5 hectare, 5000 vierkante meter. En dat is alleen geschikt als het echt een hele compacte carwash zou worden. We hebben geconstateerd dat er een aantal dilemma's en uitdagingen zijn voor dit gebied. Het ruimtelijk raamwerk mag heel helder en eenvoudig lijken. De invulling van het ruimtelijk raamwerk levert natuurlijk discussies op die nog veel verder bestudeerd en uitgewerkt moeten worden. Ik zal niet al deze dilemma's verder opnoemen. Er zijn koppelkansen, er zijn potenties, maar er is ook veel complexiteit. Dat heeft ook te maken met dat de gemeente geen grondeigenaar is en ook niet de volledige regie heeft. We moeten dit doen samen met partners. Dat kan natuurlijk ook veel opleveren. De partners hebben ook ervaring en kennis die ingebracht kunnen worden. Grote vraag zal ook worden hoe de infrastructuur, de hoofdinfrastructuur, bekostigd gaat worden. Wie daarvoor gaat meebetalen. En dat levert natuurlijk een financiële complexiteit op waar we nog niet helemaal uit zijn. Maar hier gaan we de komende tijd aan verder werken. En we verwachten dat we met de zomer een tussenstand weer kunnen presenteren. Hopelijk is dat zoveel mogelijk een ruimtelijk raamwerk wat door iedere partij betrokken ook gedragen wordt. En zullen we direct na de zomer ook weer terugkoppelen met de gemeenteraad. Dank u wel voor uw aandacht en hopelijk tot weer heel snel.